Goed, we daar, gaan, daar zit echt nog geld en ruimte, hoor. Ik ga het hierbij laten, want we gaan naar vernieuwen. U had het al even over nieuwe initiatieven, dus ik voel een heel mooi bruggetje. Vernieuwen is belangrijk en onmisbaar, namelijk ook voor ieder ondernemer. En deze week in West Business aandacht voor de Medicine Detection Machine. Deze uitvinding maakt het werk van de apotheker een stuk makkelijker. De machine zorgt ervoor dat medicijnzakjes niet meer handmatig gecontroleerd hoeven te worden. En dat maakt de kans op fouten natuurlijk een stuk kleiner. Dit is de MDM3 van Global Factories. Het is een controlemachine voor de inhoud van medicijnzakjes, die ook wel bekend staan als Baxterzakjes. Dat is eigenlijk de kern van het systeem. Er worden foto's genomen van de zakjes en de software gaat kijken in die foto's van zit er in het zakje qua medicatie wat er ook in hoort te zitten en niet meer en niet minder. Voorheen werden er meer fouten gemaakt omdat wij alle geproduceerde medicatiezakjes zelf met de hand moesten controleren. En dat betekent dat medewerkers in de apotheek duizenden zakjes met het blote oog moesten bekijken. Ja, dat heb ik vroeger ook gedaan. Ja, handmatig met de hand alles nakijken. Na een uurtje, anderhalf uur, dan werd het wat lastiger om het allemaal uit elkaar te houden. Alle medicijnen die er die in een zakje zitten. Dit is wel wat prettiger en het haalt een hele hoop werk uit onze ogen. Het proces begint eigenlijk hier. Wat je hier ziet is de verpakkingsmachine. Deze machine verpakt de medicijnen in de zakjes. Die zakjes zitten aan elkaar in een hele lange string voor een x-aantal patiënten. Zodra deze machine klaar is met produceren, pakken we eigenlijk de rol met zakjes. Die nemen we mee naar het volgende stap in het proces. Hier wordt het zakje, eigenlijk die grote lange streng van meerdere patiënten met meerdere zakjes, die wordt hier gescheiden in een rol voor één patiënt. 8 uur, 12 uur, 1 uur, et cetera. Er zit alle medicatie in één zakje per moment. En dat is heel handig voor de patiënt. Ik weet wel zeker dat met de controle die we nu geautomatiseerd hebben en met de wijze waarop we de medicatie verpakken, dat we nu een veel betere kwaliteit leveren dan voorheen. Dat zie ik duidelijk terug. Vergeleken met een paar jaar geleden.